zeg hier, de maatregelen voor corona zijn nu achter de rug. Maar als ik zie de nightlife, de horeca, de winkels, het heeft toch precies wel een beetje zijn sporen nagelaten. Blij dat we vanaf zijn, maar het heeft natuurlijk wel, wat brengt de toekomst? Hè? Had nog eigenlijk vroeger, natuurlijk, het is hier dat te doen is, hè? Als je de vraag wilt stellen. Mm-hmm. Het is, ik zou zeggen, vraag het aan de bazen. Hè? We hebben hier twee cafébazen, Jonas van Toonhout van Dambert, die in volle coronacrisis Dambert heeft overgenomen. Hij had al kapitein Cravat als café. Dan hebben we ook nog de man Pieter Toch, van Toujours, die in volle coronacrisis dat overgenomen heeft. Dus, ja, de mensen hebben zich wel aangepast, maar we hebben ook de baas van Unizo Oost-Vlaanderen, Jos Vermeijden, die hier komt. En de bazin, zou ik zeggen, van de middenstand van Gent, schepen Sophie Brakke, komt ook hier op Speakers Corner eigenlijk het verhaal brengen van wat brengt de toekomst, hè? En wat gaan ze daarmee doen. En had het nog eigenlijk vroeger. Dat is het thema van Speakers Corner, hè? Op de Beneluxboot. Ja, en traditioneel doen we toch rond de periode van Filmfest. Hebben we dat toch ook iets? Ah, ja, absoluut, absoluut. Maar daar is natuurlijk ongelooflijk. We hebben, als je vragen hebt, als je een probleem hebt om te kiezen tussen al die films, we hebben niemand minder dan Wim de Witte, de programmadirecteur van het filmfestival, die er komt, samen met Roel van Bamborst van het Plusparcours. En die komen hier om 10:15 rond het filmfestival alles vertellen. En er worden ook dingen verloot. Goodiebags noemen ze dat. Hè. Zo, ja. Goed gevulde zakken met cd's en van alles en nog wat erin. Van gadgets van het filmfestival. 10:15 en dan om 11:00 is het debat over de toekomst van de horeca, de winkels, de retail, nightlife. En dat is hier dan om 11:00 van start tot 12:30. De Speakers Corner begint uitzonderlijk om 10:15. 10:15. Op de Beneluxboot. Op de Beneluxboot. Aan de Ricolettelijn ter hoogte van nummer 32. Kun je hier iets nuttigen? Ah, dat ging ik juist zeggen. Je kunt hier zeker iets nuttigen. Het is hier zeer aangenaam vertoeven. Maar het is natuurlijk een boot. Ze hebben hier geen bankcontact. Dus centjes meebrengen. En als je centjes niet mee hebt, heb je een bankcontact aan de kouder. Je moet in de middenstand steunen. Hè? Super. Ik zou zeggen tot morgen.